Chris. Hello. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Frankrijk toe, we gaan naar Frankrijk toe, we gaan naar Frankrijk toe. Now we go down together, they'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together, they'll get away with everything that's chosen. Nou, we zijn nu aangekomen in Parijs. Oh, we zitten nu in de bus. We zijn aangekomen vandaag hier in Frankrijk, in Sable of zoiets. Ja, Sable, nog wat in Sable. Sable. Ik voel me. Ja, fysio moet ook gebeuren natuurlijk, in de avond. Wat heb je, James? Ik ben fysiotherapeut Noor. Wat is er een beetje aan het doen? Met kuit aan het losmaken, want ik heb last van mijn scheenbenen. Oh, ja. Maar door dit ga je morgen gewoon vlammen, toch? Tuurlijk. Mooi. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We lopen nu naar het ontbijt. Het is nu 8:30 en om 11:00 spelen we onze eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Bonjour. FC Rouen, daar spelen we zo de derde wedstrijd tegen. En, maar dan zien we jullie zo meteen. Doei! Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. It was nice to meet them, but I hope I never see them again. Ja, tweede wedstrijd beginnen we weer met 0-0 en gaan we gewoon knallen. We're good players! 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I... Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Nou, om 8:15 spelen wij de kwartfinale, want we hebben tegen Bayern München hebben 0-0 gespeeld. Van FC Rouen of zo hebben we gewonnen. We hebben nu gedoucht en we zijn allemaal echt heel moe. En we gaan nu eten. Het is al 9:30. Oh my god. Het is al 9:30. Maar we hebben wel een goede dag gehad. We hebben gewoon 3 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Dus als we morgen 2 keer winnen, dan nemen we de beker mee naar Amsterdam. Zou het zijn? We need to song, girl, we beat to death in Tucson. Hey, which team are you? What? Which team are you? PSG. Paris Saint-Germain. How much we play against today? Ah, c'est pas. On a gagné, on a gagné. You win, you win, you win, you win. 4-0. Okay. Zometeen om 11:15 de halve finale tegen Valencia. We zitten nu in het busje en het is ongeveer 5 minuten rijden naar het complex. Slaan. Oh yeah yeah yeah. You come on, Willem.
Pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We hebben onze laatste wedstrijd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Quinty Ceballo. We hebben in de halve finale tegen Valencia 0-0 gespeeld en toen speelden we penalties. En ja, wij misten de laatste penalty waardoor we voor de derde, vierde plek speelden. Maar gelukkig hebben we die met 1-0 gewonnen van Rosengart. En nu zitten we te kijken bij de finale Barcelona tegen Valencia. En het staat nu nog 0-0. Maar voor ons zit het erop. En we zitten nu lekker in het zonnetje. Heerlijk weer hier. Nou kijk, weet je, normaal dan één keer van zon, ja. Maar soms mag je jezelf ook wat verwennen. Ja, na zo'n toernooi, ja, het is nu einde seizoen. De derde geworden, einde A. Ah, ik... ja. En hierna zijn we ook gewoon gelijk weer healthy girl. Barcelona spelers. Oh, wat doen we? What's your name? Je positie? Leia. En kom eens even centraal. Defender. Defender. Ze is verdediger. In the center. En yeah. You? Who are you? I am Candela Andújar. And this is Berta. Hi. Also play for the national team. Yes. Ze speelt ook voor het Nederlands. Of het nationale team van Spanje. Oké. Bye. Goedemorgen allemaal. Ik heb echt 4 uur geslapen. En we gaan vandaag weer terug naar Nederland. We gaan zitten met de bus naar Paris du Nord. En daar stappen we op de trein naar Amsterdam Centraal. We komen pas rond 9 uur in de avond aan. In de stad. Om 5:30 vertrekken we met de trein naar Amsterdam Centraal. Het einde van mijn vlog. Leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Abonneer op het kanaal van Kirsten van de Westering. Like en deel. Duimpjes omhoog. Ja, like ja, en deel. Ja,